Hallo, welkom bij deze kennismaking met GitHub en het aansturen van GitHub vanuit NetBeans. Ik ga een lege repository maken op GitHub. Daarvoor moet je natuurlijk een account hebben en rechten om er aan te maken. Via de academic license die we met voorgewest hebben met, of bij GitHub kunnen we dat. Dus ik heb een repository aan te maken. Ik ga eens een heel simpel voorbeeldje nemen. Een bankrekening projectje. Ik ga hier niet over de code dat ik ga schrijven, maar over de mechanics van NetBeans en GitHub. Hè. Dus een bankaccount repo. Ik ga hem privaat plaatsen. Ik ga hem niet initialiseren met een README. Maar voor zodra er een file in stopt, gaat hij een initial commit doen natuurlijk. Okay. Dus ik maak dat aan. En dan heb ik die link nodig, hier, naar de repository. En vanuit NetBeans ga ik nu een nieuw projectje maken. Dan mag je dicht. Een nieuw project. Java-applicatie. Ik ga een bankaccount project noemen. Ziezo. Ik heb geen main class nodig. Dat is hem. Finish. Ik zet hem in mijn bureaublad hier. De finish wordt aangemaakt. En voordat we kunnen werken met een remote repository, gaan we natuurlijk een lokale repository moeten maken. Dus je ziet in die bankaccount. In dat bankaccountproject heb ik helemaal nog niks. Ja. Voilà. Ik ga eerst en vooral naar een minuutje 10, git, en ik zeg initialize repository. Dan gaat hij wat doen, dan gaat hij lokaal een repository aanmaken. Die gaat hij klassiek master noemen en ik verwijs hem naar het feit dat hij dat in dezelfde directory mag doen als mijn project. Dan heb je als voordeel dat hij het project, alle files die al in die map zitten, dus mijn hele project in dat biedt, gaat hij ook gaan toevoegen aan die repository. Dat doe je beter niet onder welke omstandigheden. Als je enkel de source files, en dus niet alle projectfiles en alle files dat hij maakt voor NetBeans zelf, wil gaan overbrengen naar je repository remotely. Waarom zou je dat wel doen? Oh, iemand anders werkt misschien op een ander platform, op Mac bijvoorbeeld, en die is niks met die NetBeans projectfiles. Daar of iemand werkt zelfs met een andere idee, IntelliJ bijvoorbeeld, aan hetzelfde project. Dus, maar ik ga het hier nu wel doen, ik ga ervan uit dat iedereen met NetBeans werkt en ik ga dus mijn NetBeans project map gaan opgeven voor de Git repository. Dan gaat hij dus wat doen, dan gaat hij die repository gaan maken. Ik ga zeggen dat hij alle files daarbinnen mag toevoegen aan mijn repository. Dus ik heb hierop geklikt. Ik ga ze allemaal toevoegen aan mijn repository. Dus ook al die files en zo. Waar staan ze hier? Mijn build en zo. Maar die staan hier nu niet. Die zijn hier nu niet te zien. Maar mijn build files, mijn NetBeans map en zo. Die gaat hij allemaal gaan toevoegen. Toont hij niet vanuit de idee zelf. Maar op de schijf kun je die terugvinden natuurlijk. Ik ga dit projectje nu gaan committen. Initial commit zou ik dat noemen. Ziezo. Heeft daar goede namen aan. Ja. En uiteindelijk gaan we niet voor alles en nog wat commits gaan doen. Hè. Je gaat uiteindelijk een stuk programmeren. En als je zegt, kijk, dit staat op zich. We hebben testen en runnend. Dan kun je dat in een commit steken en naar de remote gaan sturen. Zo. Dan zie je nu mijn projectmap hier trouwens tussen ook staan. Mijn build-file en zo. Dus al die files gaat hij meenemen naar de repository. Hè. Ik heb nog geen source files en ik ga nog een testfile maken ook. Of een testfolder liever. Dus ik ga geen test maken.
Maar door het feit dat je dat even initieert, gaat hij de map al aanmaken, ga je zien. Kijk, hij heeft de map-test aangemaakt. Zie je? Zit ook niks in. Dit hele ding moet hij dus gaan committen. Ik ga een element doen. Maar in principe gaat hij in de commit niks anders tekenen dan gewoon de projectfiles. Hè. Dus al die files van NetBeans gaat hij in principe gaan committen. We gaan eens kijken als dat lukt. We gaan na de commit lokaal, gaan we nu zeggen, breng dat over naar de remote. Dus push. En ik moet opletten natuurlijk dat hij enkel maar, dat hij het hele project pusht. Remote. Push. Voilà. De master, we hebben maar één branch. En dat zou moeten mijn repo ook op de server hebben opgevuld met al die files. Hè. En daar staan ze. Zie dus MB Project, Build, Manifest, al die files zijn mee overgeplaatst. Ik heb dat niet nodig, maar het laat wel toe als iemand anders nu het project kloont, dat hij onmiddellijk een NetBeans project zal hebben met alle instellingen en alle files die gekend zijn. Ziezo. Dan vraagt hij ook nog een schaduwkopie te maken lokaal van die remote branch. En ik ga eens kijken nu bij Git repository als hij in de browser te zien is. Dus repository browser blijkbaar niet. Raar. Zorg dat hij hem niet toevoegt aan mijn browser. Nee, in mijn config zie ik ook niks verkeerd. Waarom toont hij hem hier nu niet? Het zou kunnen zijn dat ik nog eigenlijk geen files heb. We gaan eens een file aanmaken. Ik heb een nieuwe klasse nodig, bankaccount klasse. Voilà. Denk ik aan het package, want we gaan nooit in de default package gaan classes bewaren. Ziezo, dat zou moeten in orde zijn. Ja, en we gaan ook een testje toevoegen. Denk ik aan tester worden. Bank account. Test package. Het zijn wel default namen dat ik hier neem, bij gebrek aan een betere context. Hè. Ziezo. Ja, een beetje boekhouding. Dat heb ik niet nodig. En ik ga wat doen, hier een test creëren. Ziezo. Ik ga die constructor hergebruiken als test. Test. Bankaccount. Creation. Ja, normaal ga je voor dit soort triviale dingen geen test schrijven. Hein? Maar bij gebrek aan iets beters en omdat ik niet te veel mij wil verliezen in code schrijf ik hier. Maar vooral GitHub en NetBeans. Integratie met GitHub. Of GitHub integratie en NetBeans wil gaan illustreren. Ga ik er niet te veel tijd in stoppen mee, dus ik ga een bankaccount maken. Ziezo. Ik ga een import moeten toevoegen. Ziezo. En dan ga ik hier een assert doen.
Het is soms een beetje traag in NetBeans. Maar je moet wachten totdat de autocompletion open is. Voordat je begint te typen. Dus een soort nul. We gaan ervoor zorgen dat die reference B niet nul is. Maar dat zal natuurlijk niet, want we hebben net een object aangemaakt. Dus opnieuw waardeloze test. Want het gaat om het principe van ik wijzig code en ik wil dat gaan bewaren. En ja. Goed. Wat hebben we hier? Je ziet hier in mijn project dat ik in de staging dingen heb toegevoegd. Namelijk dit is added A. Dit is added A. En je kunt die notaties zichtbaar maken door via view show versioning labels te activeren. Of aan te vinken. Ik ga nu alles committen. Voilà. Dus goed, opnieuw. Veel zinvols heb ik hier niet te vertellen, maar zorg ervoor dat uw boodschappen altijd zinvol zijn, hè, bij de commit. En normaal gaan we niet voor elke comma dat we wijzigen een commit doen. Goed. Dus we gaan een tijdje code schrijven en dan gaan we dat in één keer committen. Ik wil hier maar dingen illustreren natuurlijk. Dus je moet je voorstellen dat je al heel wat code hebt dat je in één keer wil committen. Dan. Hier heb ik niks meer gedaan dan een bankaccount en een bankaccount tester klasse gecreëerd. Dus dan houden we het daar ook bij. Commit. En dan gaan we zien dat hij normaal die A'tjes hier weg doet. Zie je? Oké. Dus omdat ze nu in de lokale repository al gekend zijn. En nu gaan we alles pushen. Remote. Voilà. Ik heb nog geen wezenlijke fout gemaakt. Dat is voor het committen altijd testen als je geen compileerfout hebt. Maar we gaan erop wagen. Ziezo. We zouden moeten werken met het testje. Test vooral even zien. Ja, lijkt te werken. Mijn repository browser blijft maar weigeren om hem te tonen. Hè. Git. Heb ik hier een repository minuutje in? Ja. Repository browser, maar hij toont hem niet. Het is mijn ander project hier dat hij toont, maar niet in dienen. Open repository, zou dat lukken? Bureaublad. Bankaccount, open. Ja, en daar staat hij. Goed. Wat zien we in die repository browser? Twee branches, local en in remote. Ja. En hij zegt dat hij in sync is, want ik heb natuurlijk net gepusht. En dan heb ik ook hier bij remote, in remote, waarin dat we de lokaal hebben en de remote. Dus kijken, deze kun je pushen, dus dat is de lokale. Die kun je alleen maar fetchen of pullen, dat is de remote. Fetch is alleen maar de veranderingen ophalen, zonder de effectieve files te gaan binnenhalen. Pull gaat de files zelf binnenhalen, dus dan gaan de echte veranderingen naar hier halen. Oké. Okay. Is dat gewijzigd aan de andere kant? Eens zien. Ja, je ziet dus die twee mopjes zijn erbij gekomen. En als ik ga kijken naar bankaccount package, dan zie ik hier mijn bankaccount Java. En dat is die file die werd geüpload. Goed. We gaan nu eens het volgende scenario uitvoeren. Stel dat iemand een push doet van ergens anders. Ja? Dus ik ga nu geen nieuw account maken in GitHub om dat te illustreren en vanuit NetBeans en met die account een push gaan doen. Ik ga dat gewoon doen door hier lokaal, ja, die file te wijzigen. Oké. Okay. En ik ga dat doen door hier een veldje bij te zetten. Private. Double. Saldo. Tot zover mijn opmerking om geen geldbedragen
in een dubbel te steken. Maar ook daar gaan we even een oogje dicht knijpen. Wat gaat hier over NetBeans en GitHub? Hè? Ik heb dat hier toegevoegd en ik ga dat committen. Maar ik ga ook een constructor toevoegen. Wat? En misschien moet ik dat saldo ook instellen. Ik ga dat nog niet doen. Dus gewoon eventjes een veld voorzien en een constructor voorzien die niks doet. Bij wijze van illustratie, ik ga die commit doen. Je mag er update bankaccount van. Beetje. Irritant, maar goed. Commit changes. Dan zie je hier nu mijn update commit staan. Dus je ziet ook wat ik toegevoegd heb in het groen. Misschien kan ik zelfs mijn boodschap hier nog editeren. Bij de commit. Wacht, moet ik even kijken. Bij commits. Nee. Kan het niet meer doen. Ik had gedacht van hier hem nog een betere omschrijving te kunnen geven dan enkel maar update bank account. Maar dat lukt blijkbaar niet. Kijk, hij zegt dus showing one changed file with 4 additions and 0 deletions. Dus je hebt 4 lijnen toegevoegd aan die ene file. En dat is de naam van de file. Je kunt hem ook volledig zien, maar hier highlight hij enkel maar de verschillen. Goed. Ik ga nu doen wat je als ontwikkelaar doet. Stel, volgende dag je wil verder doen. Je gaat dus niet zomaar aan je code beginnen verder werken. Wat je eerst gaat doen is een pull. Ja. Je kunt een fetch doen. Fetch gaat alleen maar de veranderingen binnenhalen. Oké. Zo. Maar ik ga nu meteen een pool doen. Op dat moment gaat hij dus alles binnenhalen van de remote. Maar in de remote is er dus een nieuwe versie binnengekomen van bankaccount.java. Goed. Dat was natuurlijk normaal via een push van iemand anders, maar ik heb het nu gewoon op de server zelf gedaan om dat te illustreren. En ik wil nu verder werken, dus ik doe een pull. En als dat goed is, dan moet ik hier nu bij bankaccount iets nieuws zien. Ja, zijn de, zelfs een typootje. Dus die commit was eigenlijk niet goed geweest. Hè. Dus je ziet, als ik iets in de code verander, dan geeft hij dat in blauw aan. Omdat dat gewijzigd is. Als ik iets toevoeg, dan gaat hij daar, dat gaat hij in het groen tonen. En als ik iets wist, in het rood. Even mijn test runnen. Voilà. En ik ga nu een klein beetje meer voorzien in mijn bankaccount klasse. Namelijk. We gaan hem crediteren, de bankrekening, met een dubbel. Amount. Zo. Dus je ziet in het groen de wijzigingen en in blauw, sorry, blauw de wijzigingen, in het groen de toevoegingen.
En ik ga hier wat doen, saldo. En eigenlijk zou ik dat beter wijzigen in balance, als we toch in het Engels bezig zijn. Balance. Plus is gelijk aan amount. Ziezo, met alle gevolgen van dien, als je dubbels gebruikt voor geldbedrag. Nee, maar goed, laten we eventjes hier een oogje dichtknijpen. In mijn tester zou dat moeten blijven werken. Ja, en ik ga een nieuwe test schrijven. Dus normaal crediteren van je bankrekening, dat is het toevoegen, het storten, zeg maar. Ben nu aan het denken, withdraw is iets afgehaald van de bankrekening. Wat is toevoegen in het Engels of storten? Deposit. Oké, dus misschien moeten we die benaming gebruiken. Is een klein beetje duidelijker. Deposit. Voilà. En dan hier test normal deposit. En dan gaan we wat doen. Een double. De amount of deposit gaan we zeggen is 100. Voilà, dan gaan we een bankrekening maken. Voilà. Dan gaan we die bankrekening deposit functie oproepen met het bedrag dat we willen toevoegen. En dan gaan we de check doen. Dus artikels. En ik wil wat dat mijn bankrekening uiteindelijk wat geworden is. Mijn b.get saldo. Get balance liever. Mijn get balance wordt wat? Mijn get balance van daarnet. Goed. En die gaan we opvragen aan de bankrekening. Dan houdt je erin mee rekening dat je niet weet wat de internals zijn van bankrekening. Kan zijn dat daar standaard al 100 op geïnitialiseerd wordt door de constructor. Dus dat gaan we niet doen. Dat is get balance. Voilà. En die get balance bestaat natuurlijk nog niet. Maar als hij bestaat, dan willen we dat hij wat teruggeeft. Dat is die initial balance. Met het bedrag dat gestort moest worden. Oké. Dus in getBalance bestaat niet. We gaan hier dat moeten gaan creëren. Heb je dat nu gedaan? Heeft hij dat gecreëerd? Ja. GetBalance. En we gaan hier doen natuurlijk gewoon. Dus je mag er een object van. We gaan er een dubbel van maken. Die geretourned wordt. En we gaan een return doen van balance. Ziezo. Dus we hebben hier echt zeer basic iets gemaakt. En dat zou moeten werken als ik daar run. Wat de repositories betreft. Waarom werkt dat nu niet? Ja, ook, ik moet floating points gebruiken, dus ik moet hier wat doen. Nog een ding meegeven, hè? Een precisie, denk ik. Voilà. Dus ik wil dat hij vergelijkt het op 1 cent. Ja, wat betreft de
Git, het versiebeheerssysteem, zie je dat hij hier dat allemaal heeft toegevoegd. Ook bij mijn tester, sorry, ook bij mijn klasse zelf, en iets heeft gewijzigd. Namelijk de naam van die van het veld. En de typo heeft hij eruit gehaald. En ik heb hier ook heel wat code toegevoegd. Okay? Dus we gaan dat opnieuw allemaal gaan committen. Lokaal. Edit. In bank account. En wat nog? We hebben dat toegevoegd. Removed typo. Dan heb je natuurlijk als je een beetje van alles doet. Okay, dat die omschrijving obscuurder wordt. In principe had de typo er al niet mogen doorgaan, want degene die dat gepusht heeft, zou dan ook moeten getest hebben door te rennen. Dus dat ging niet rennen bij hem. En we hebben nog gedaan, dus een deposit toegevoegd, een typefout eruit gehaald en renamed. De rename van dat veld. Zie je zo? Commit. Heel de boel wordt gecommit. En nu gaan we nog een push gaan doen. Remote push. En daar hebben we ze. Zie je zo. Als we gaan kijken, dan zou dat hier moeten bestaan. Dan is de kant. Is nog bezig zeker? Of niet? Nee, we hebben 4 commits. Zitten die daartussen? Ja, en het deposit met het in bank account. En meer. Hè. Dus hier ziet je al de veranderingen. Dus ik heb hier saldo vervangen door balance. Een change stelt hij voor. Door een delete met een add. Die typo heb ik eruit gehaald. En ik heb voor de rest alleen maar dingen toegevoegd. Hè. Goed. 3 changed files. Die git ignore mag je... dat is eigenlijk de file die zegt welke files dat hij mag overslaan bij het pushen en pullen. Dus dat hij niet synchroniseert. Goed. Dat zijn de files. Staat hier nog iets bij? Ik denk het niet, hè. Dat interessant is om eens te illustreren. Nee. Dus de commits. Je kunt hier zien. Ik heb dus een initial commit. Dan een eentje die toevoegt. Dan eentje die vanuit de GitHub zelf kwam. Ik heb hier zelf iets toegevoegd. Ja. En dan weer die gebruiker van NetBeans die die veranderingen allemaal doet. Hè. Ziezo. Dit is al een hele stap vooruit. In een volgende filmpje gaan we nog eens branchen en zo. Om te kijken hoe dat werkt.